En verder, ik moet even nog naar de zolder toe. Ik moet even foto's maken van de cv-ketel. Ja, toch? Of niet, Marijke? Je pet staat weer alles in. Een hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik geloof dat ik gisteren 1 of 2 keer gefilmd heb, ik weet het al niet eens meer. Denk er nou om, schat. Hé, hey, denk erom, straks valt nog stok weer. Ik ben al geruime tijd eruit, enkel hoe laat weet ik niet meer, want Stefan die is geweest en met Karin gebeld en dit gedaan en dat gedaan. Ik ben met de was bezig geweest. Dus ja, weer best wat gedaan. Enkel, ik moet nou even met de dames gaan lopen. En dat gaan we dus ook wel doen. Storm of geen storm. Het gaat wel door, weet je. Dus het is even maar goed aankleden. Ik doe een hoedje op en dan gaat mijn capuchon van mijn jas overheen. Nee, niet van mijn vest, nee. En dan nog een sjaal eromheen, want het schijnt ook nog eens een keer koud te zijn. Dus ja, kleed me wel even goed aan. En dan zal mijn haar wel weer goed door de war ervan komen, maar daar kan ik ook niks aan doen. Nee. Dus ja, en verder, ik moet even nog naar de zolder toe. Ik moet even foto's maken van de cv-ketel. Dat heeft Stefan wel gedaan, maar die foto's zijn zo zeer slecht. Dat je kan amper wat zien erop. Ja, je ziet dat het een cv-ketel is, maar merk zie je niet eens. Nou, dat moet je wel kunnen zien op die foto's. Dat moet allemaal helder en duidelijk en goed wezen. Dus doe ik het zelf wel even. Ja. Maar oké, ik ga er dus even vandoor. Het is gelukkig droog. Dus dat hebben we in onze pocket. Maar ja, het schijnt hard te stormen. Nou, mijn vlaggenmast staat gelukkig nog steeds overeind. Hij gaat wel heen en weer, maar tenminste hij gaat meer zo dan dat hij dat doet. Want de wind komt vanaf die kant. Ja, dus ja, we merken het wel en we gaan gewoon proberen om over die brug te komen. Zo niet, dan ga ik weer terug en dan loop ik even de gracht op en neer. Ja. Hé, meisjes? Ja, dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, gewoon geniet van alles met wat jullie doen. En ik kom straks wel weer eens even een keertje retour. Goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is al lang al goedenavond, want het is al 23 uur 4 minuten over 10. Ja, toch? Nee, 11. Ik ben helemaal door de war. Kan gebeuren, komt door de storm, moet je maar denken. Want het gaat hier nog steeds een keer. Ja. Gaat nog steeds een keer af en toe hou ik mijn hart vast vanwege mijn vlaggenmast, want die zuurt helemaal die kant op. Ja, oh, ik vind het zo doodeng. En nou, die twee zijn ook een beetje gek, want die kleine meid, Rijka, die is al 3 keer in een half uurtje buiten geweest. En loopt ze heen en weer te vliegen en te gek te doen. En ze kwam weer binnen en ze vliegt op mijn schoot en ze krabt ze wat in me. Ik weet niet. Het zal, ik weet het echt niet. Maar ja, oké. Ik ga jullie gelijk een hele fijne, liefdevolle avond verder wensen van wat er nog over is. En voor straks, voor degene die al vroeg naar hun bedje Verenlaakstraat gaat, zou ik zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond dat je bedje ziet komen, hè, Rijka? Of niet dan? Rijka. Ja? Ja, nou, morgen weer gezond het bedje komen, denk ik. Ja, toch? Ja, toch? Of niet, Rijka? Je pet staat weer half scheef. Kwispelkontje. Hé? Kwispelkontje. Ja, kwispelkontje. Ja, kom dan. Kom dan. Kom dan. 1, 2. Kom je dan? Kom.
Blijf je daar. Hé? Oh, het gaat te keer. Oh, oh, oh. Kijk dan. Als jullie dat tenminste zien. Ik weet het niet. Ik doe het even op een andere manier. Ik draai jullie even om. Dat doen we eerst. Die deur amper. Oh, gaat echt tekeer. Hè? Het gaat tekeer? Oeh, het gaat zo tekeer. Hè? Moet je een sleetje glijden? Moet je een sleetje glijden? Hè? Oeh, wat gaan we ermee doen? Hè? Wijfie. Ja, het is kaalhout. Dus ja, lieve vrienden, ik draai jullie weer om. Maar blijf je bezig. Zo, ja, dat werkt een beetje makkelijker ook. Even de mouwen weer naar beneden. Hé, ja. Nee, het is niks aan. Maar oké, maakt ook niet uit. Ik zou zeggen, nogmaals, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard, morgen gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht.